Melding bij 1,80. Melding, ja, dus een waarschuwingssignaal bij 1,80. Alarmering. En alarmeringfase bij 2,5. Ja, 2,5. Okay. En de schothoogte, dus de bovenkant. Dat is 3,25. Ik ben Leo van Gelder, ik ben Hemeraad Waterkering bij het waterschap Hollandse Delta. Vandaag oefening, hoe gaat het? Het gaat voorspoedig, het gaat allemaal erg goed. En het is goed om te constateren dat de ploegen van het waterschap Hollandse Delta en de medewerkers van de gemeente Dordrecht goed op elkaar zijn ingespeeld, zodat we gewoon een vlot proces, een vlot verloop van het proces hebben. Wat is er nou gebeurd? Wat we nu gedaan hebben is de kerende hoogte, tenminste een beetje in vakjargon, dus de kerende hoogte van de primaire kering wat de voorstraat is, die hebben we met een halve meter verhoogd. De voorstraat ligt wat lager dan de andere keringen, maar dat komt vanwege alle monumentale gebouwen. Ja, dan kan je niet zomaar daar een halve meter grond op aanbrengen, want ja, dat kost erg veel geld en dat verstoort het straatbeeld. Dus we hebben nu voor gekozen om hem wat lager te laten, maar als er hoogwater dreigt, dat we dan via die vloedschotten de kerende hoogte een halve meter op normaal niveau kunnen brengen. En hoe lang kan dit nog zo blijven de komende jaren? Nou, we houden alles natuurlijk heel goed in de gaten. We gaan ervan uit dat we de eerst komende 50 jaar met dit systeem goed uit de voeten kunnen. Mocht er tussentijds toch gewoon iets gebeuren met het stijgen van die zeespiegel, dat er toch een soort discontinuïteit in komt, dat die plots gewoon wat harder stijgt, ja, dan zijn we natuurlijk als de kippen bij om ons systeem toch weer bij te stellen. Maar op dit moment ziet het er goed uit voor de komende 50 jaar. Ja, we hadden het dus straks ook in het gesprek. In Nederland is er nou ook een dijk actiecontrole bezig. Er is een enorm grote oefening gaande. Omdat alle waterschappen, er zijn er vier grote waterschappen in het rivierengebied, die oefenen nu gezamenlijk. Er is gesimuleerd alsof er een enorme hoogwatergolf bij Lobit het land is binnengekomen. Ja, dat is dan op maandag heeft dat plaatsgevonden. En ja, nu op woensdag zijn die rivieren helemaal gevuld met water. Water is enorm gestegen. Dus ja, nou is het moment dat eigenlijk alle dijklegers, want de waterschappen hebben dijklegers, dat de dijklegers nu de dijk op gaan te controleren of die dijk het houdt. Ja, en dat moet gewoon een goed samenspel gaan met de waterschappen onderling, maar ook in samenspraak met Rijkswaterstaat. En ook Defensie doet eraan mee. Er worden natuurlijk ook dijkdoorbraken gesimuleerd. Ja, en dan gaat er ook een soort evacuatie gesimuleerd worden. Ja, en dat moet dan eventueel met behulp van helikopters van de luchtmacht gebeuren. Laten we hopen dat het nooit nodig is. Inderdaad, dat is ook wat wij streven. Maar als de nood aan de man is, dan kunnen wij heel snel ons vloedschottensysteem, onze extra reserve, gewoon aanbrengen. Zodat in ieder geval de binnenstad van Dordrecht de komende tijdens zo'n calamiteit, of tenminste zo'n dreiging van hoogwater, beschermd is tegen het hoogwater. En daar staat het waterschap voor, samen met de gemeente Dordrecht. Je gaat weer opruimen? Hij moet eerst gecontroleerd worden. Oh, dat heeft hij nog niet gedaan? Nee, daar komen andere mannen voor.